5 gemeenten uit de regio komen met gezamenlijk natuurplan. Je kunt daarmee nog effectiever die biodiversiteit versterken, omdat die groene verbindingen op elkaar aansluiten. En verder in het nieuws vandaag, Nijmeegse taxichauffeurs zijn klaar met de concurrentie in Vierdaagse Week. Een kwaliteitskeurmerk voor Betuwse wijnboeren. Landschap en natuur houden niet op binnen de gemeente. Dat vinden de gemeenten Bergendal, Beuningen, Heumen, Wijchen en Druten. Daarom zijn zij vandaag met een nieuw plan gekomen, de Groene Mantel. Als ze de financiering helemaal op orde hebben, kunnen ze gaan beginnen aan dit project. Ja, de Groene Mantel is eigenlijk een idee om een groene verbindingszone te maken. Die begint in Bergendal en die dan om Nijmegen heen loopt. En dan via Heumen, Malden, Beuningen naar Druten gaat. Dus dat je eigenlijk een soort groene loom krijgt om Nijmegen heen. Het is belangrijk dat de verschillende gemeenten hierin gaan samenwerken. Want zo kunnen ze meer bereiken dan alleen. Ja, dat is op zichzelf heel uniek en een hele mooie ambitie. Omdat dit zijn allemaal plattelandsgemeentes ten zuiden van Nijmegen. Nou, de natuur houdt niet op bij de gemeentegrens. Je kunt daarmee nog effectiever die biodiversiteit versterken. Omdat die groene verbindingen op elkaar aansluiten en doorlopen. En dat is enorm belangrijk. Omdat je dan, als je de 5 gemeentes aan elkaar koppelt, dan heb je dus een verbindingszone, een groene verbindingszone, waarin dieren en planten zich heel makkelijk kunnen verplaatsen, of heel makkelijk, maar in ieder geval een natuurlijke weg vinden om zich te verplaatsen rondom Nijmegen. Ze willen allerlei verschillende soorten landschapelementen toevoegen aan de regio. Hiervan zijn verschillende voorbeelden te bedenken. Bijvoorbeeld, mensen denken heel gauw aan opgaande landschap, hogere landschapselementen. Hè? Dus bijvoorbeeld hagen, brede struwelen, rijen knotbomen, andere rijen bomen. Maar het kunnen ook graslandstroken zijn, net zo belangrijk. Ruige stroken die maar 1 keer in de 2 jaar gemaaid worden. Natuurvriendelijke oevers langs de sloten en poelen. Poelen zijn enorm belangrijk voor salamanders bijvoorbeeld. Die houden niet van, de vissen zitten in de sloot, maar niet in de poel. En zo kunnen die overleven. Dus allemaal een type landschapselementen die dan passen in de streek die je hier horen, zeg maar. Deze elementen worden geplaatst op de grond van de boeren. Dit gaat geheel vrijwillig. Ja, het gebeurt allemaal op vrijwillige basis. Hè. Dus de boeren die kunnen daar zelf voor kiezen of niet. En krijgen dan 30 jaar lang een vergoeding ervoor als zij een deel van hun erf, de randen vaak, inrichten met een natuurelement. Ja, het is bijna zover. De Vierdaagse Feesten. Voor taxichauffeurs een drukke periode. De taxistandplaats staat vol met taxis, ook met taxis uit steden buiten Nijmegen en zelfs uit de Randstad. Die laatste groep taxichauffeurs vraagt vaak veel te hoge prijzen en rijdt geen korte ritten. Maar de gemeente Nijmegen doet hier niks aan. Tijdens de Vierdaagse Feesten is het altijd erg druk in het centrum van Nijmegen. De feestende mensen gaan uiteindelijk ook weer naar huis en sommigen zullen dan ook met de taxi gaan. Dat kan ook een taxi van buiten Nijmegen zijn. Mijn mening is dat als taxichauffeurs buiten Nijmegen komen, wordt hier wokerprijzen en chaos in Nijmegen gebeurd. En dan, daardoor zorgen wij zelf, alle taxibedrijven in Nijmegen, om eigen plekken terug te krijgen in Nijmegen. En is er misschien iets wat de gemeente Nijmegen aan het probleem kan doen? Ja, alleen de gemeente Nijmegen kan ons gewoon alles VTN uitnodigen om alles nog te kunnen onze eigen plekken te krijgen. In 2018 werden taxichauffeurs buiten Nijmegen nog geweerd. Na 2018 is ervoor gekozen dit niet meer te doen. De gemeente was niet bereikbaar voor uitleg. Taxivereniging Nijmegen in Vierdaagse de rest van het jaar heeft een kwaliteit eisen voor alle chauffeuren. Dus we is aansluiten bij taxivereniging Nijmegen. Mag niet korte ritten weigeren. Mag niet hoge prijzen zeggen. Moet mijn netjes auto standplaats, mijn netjes kleden in standplaats komen. Omdat een station in taxi is visitekaart van Nijmegen. Daarom wij willen alles netjes draaien. Als je in Vierdaagse
Voor ons geven onze plaatsen niet, dus wordt het chaos. Wordt het ook op prijzen gezegd, komt alle taxi van hele Nederland. Dus ieder wordt het chaos. Ook op prijzen gaat zijn zeggen, zijn gaat ook de kortritte weigeren. Dus wordt het chaos. Voor de klanten is het niet fijn om te veel geld kwijt te zijn aan een taxirit. En het is misschien nog wel erger als je rit geweigerd wordt. Klanten zijn niet altijd hier Nijmegenaren zijn ontevreden als het vierdaags feest is. Omdat heel veel taxichauffeurs gaan niet Nijmegen taxibedrijven, wel buitenbedrijven weigeren de ritten en welke prijzen vragen. En overal hier gewoon chaos gebeuren. Ligt een 16-jarig meisje uit Beuningen uit wraak of is ze slachtoffer van een volwassen man die haar drugs gaf en seks met haar had toen ze 12 jaar oud was? Allemaal leugens volgens de verdachte, maar de officier van justitie eist een celstraf van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Verkrachting waar het meisje de man van beschuldigt is volgens de officier niet bewezen, maar is wel genoeg bewijs voor seks met een minderjarige en het verstrekken van drugs. Volgens de verdachte gaat het om wraak en leugens omdat het meisje niet kon verkroppen dat hij de relatie beëindigde en een nieuwe relatie kreeg. Zijn advocaat vraagt de rechtbank om vrijspraak omdat er veel twijfels zou zijn over de geloofwaardigheid van de verklaring van het meisje. Tijdens een meting begin mei zijn er weer te veel giftige stoffen gemeten in de rook uit de schoorsteen van asfaltfabriek APN in Nijmegen. De gemeente dreigt nu met een flinke boete om de fabriek te dwingen maatregelen te nemen. Het gaat om de uitstoot van bepaalde koolwaterstoffen. Die staan op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen van het RIVM, omdat ze kanker kunnen veroorzaken bij mensen die ermee in aanraking komen. In de brief aan de Nijmeegse gemeenteraad laat het college nu weten dat ze elke overschrijding onacceptabel vinden, ongeacht de grootte. Daarom wordt de fabriek een boete van 10.000 euro per keer opgelegd dat er weer overschrijding wordt gemeten, met een maximum van 50.000 euro. 6 wijnboeren in Gelderland hebben een Europees goedkeurende BOP gekregen. In dit geval is dat geen nuchtere chauffeur, maar het keurmerk beschermde oorsprongsbenaming en kwaliteitskeurmerk gekoppeld aan de streek waar onder meer Westmaas en Waal onder valt. Het Betuwens wijndomein Irrigum is één van de gelukkige bedrijven. Ja, hier maken we de wijnen, hier in onze wijnkelder. Roestvrijstalen tanks voor de witte wijnen, de eikhouten vaten waar we ook de rode wijnen op laten rijpen. Diederik is één van de Gelderse wijnboeren die nu dit BOP-keurmerk op de fles mag zetten. Nou, dat is wel bijzonder. We zijn er heel blij mee. Dus met 6 wijngaarden uit dit gebied hebben we dus die beschermde oorsprongsbenaming aangevraagd. En daarmee kunnen we naar de consument toe garanderen dat deze wijnen een bepaalde minimum kwaliteit hebben. En de consument weet ook steeds meer de Gelderse wijnen te vinden. En ze kijken ook eigenlijk niet echt op van een Europese erkenning. Ik denk dat het wel terecht is, ja. Nederlandse wijn wordt tenslotte steeds beter. Het is ook hard werken om die goede kwaliteit te krijgen en te behouden. En oh ja, de klimaatverandering helpt ook een beetje. Ja, dat kunnen we niet ontkennen. We zien gewoon dat gemiddeld genomen, als je er trendmatig naar kijkt, wordt het klimaat veranderd. En per saldo, denk ik, kunnen we wel stellen dat het verbetert voor de wijnbouw. Nog even wachten, maar dan kunnen we misschien gaan spreken over Wijnland Nederland. Ja, woensdag stond voor velen in teken van storm Polly. En als wind een naam krijgt, dan is het serieus. Maar in onze regio viel het uiteindelijk allemaal wel mee. Het regende zo nu en dan en het waaide ook wel stevig. Maar het ergste is ons gelukkig bespaard gebleven. Vanaf nu gaat het wel de betere kant op. Morgen belooft al een rustige dag te worden met geregeld wat zon. Het wordt zo'n 23 graden. Een enkele bui erbij is niet uitgesloten. Vrijdag lijkt het inmiddels alweer een tropische dag te gaan worden met temperaturen die in de regio kunnen oplopen tot 30 graden. Op zaterdag wordt daar nog een schepje bovenop gedaan met zelfs 33 graden en volop zon. En tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 online. En heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Mail dan even naar redactie@rn7.nl. En natuurlijk zijn wij er morgen weer. Graag tot dan!